back. We zijn terug. Climax op je beeldscherm. Ja, we waren even weg, want een pandemie beheerst ons levens. Maar we zijn er weer. Elke zondag om 1 uur op dit kanaal vind je een nieuwe aflevering van Climax. Niet alleen met Siva, Jurre en ik, maar ook met onze gloednieuwe aanwinst. Hallo. Stel je even voor. Ik ben Jamal. Dit is awkward. Noem je lievelingsdier. Ik ben allergisch voor dieren. Oké. Mannen of vrouwen? Mannen. Seks of drugs? Seks. Ben je liever arm en beroemd of rijk en onbekend? Rijk en onbekend. Ja, leugenaar. Oké, anyway, dat is Jamal. En Jamal heeft deze week wat veldonderzoek gedaan. Hij is namelijk in de wereld van de illegale raves gedoken. Dat was natuurlijk een beetje aan de hand, omdat alle clubs dichtgingen. En we gaan praten met clubeigenaar Danny Lee. Die is zometeen ook de gast. Maar eerst even de comments. Ja, want het is een tijdje terug, maar we hebben nog wat comments van de vorige video. Yves Achten die vraagt, wat is het nummer in de intro? Fijne episode trouwens, thanks. Kun je dat niet gewoon shazammen of zo? Ja, ik begrijp ook nooit dat mensen dat niet kunnen vinden. Maar als je het nog steeds afvraagt, het is FM Attack van Old School Days. En E. Schagen, die zei, interessant, relevant onderwerp. Jammer dat het deels gepresenteerd wordt door Emma, die hiernaast uitlegt aan brugklassers hoe ze kunnen vingeren. Schoffelt het jongvolwassen imago wat de show ooit had redelijk onderuit en zorgt ervoor dat ik de helft als niet brugklasser maar weinig serieus kan nemen. Dus hij denkt dat hij een koning is in vingeren? Ja, hij heeft zoiets van je hoeft alleen maar te leren over vingeren als je een brugklasser bent. Maar ik ben benieuwd of jouw bedpartners daar hetzelfde over denken. En Never Sleep die vraagt waarom is het mij nog nooit gelukt om kabouters of iets te zien op tripmiddelen, lol. Dat weet ik niet. Nee, goede vraag. Ik heb ook nog nooit een kabouter gezien. Ik heb wel een keer een soort dier gezien, maar ik weet nog steeds niet zo goed wat dat dier precies was. Maar kabouters is ook wel een specifieke eis. Ik weet niet of je dat van je brein kan vragen. Je hebt het misschien wel gemerkt, alle clubs zijn dicht, de kroegen ook. Maar mensen zijn niet minder timide en tam geworden. Die willen nog steeds helemaal losgaan. Dat gebeurt dan ook, maar dan ja, onder bruggen, in weilanden, in bossen. Ja. Eigenlijk overal waar het niet mag. Jamal, jij bent hier ingedoken. Was het moeilijk om deze plek te vinden? Ja, het was best wel. Je moest eerst een bericht sturen naar zo'n account. En dan moet je eerst nog bij die account komen via social media. En dan krijg je de coördinaten. En vanaf daar word je dan naar de plek geleid waar die rave dan is. Jezus, nou, dat zag er zo uit. We hebben coördinaten gekregen. Daar moeten we naartoe en dan parkeren en dan komen ze ons ophalen. Waar is het ver? Het is in een weiland! Oh my god, dat is echt in de middel. Oké, nou laten we dan maar gaan, denk ik. Maar die grote camera kunnen we natuurlijk niet meenemen. Dus vanaf hier gaan we undercover. We zijn onderweg. We hebben een mondkapje op voor onze eigen veiligheid. En we moeten daar binnen een bepaalde tijd zijn, anders komen we dus gewoon niet meer binnen. Er is ook beveiliging en we hebben allemaal apparatuur op ons lijf hangen. Dus laten we hopen dat we daar wel binnenkomen. Nou, we gaan het zo zien. We lopen nu naar het feest toe, naar de plek die we hebben doorgekregen. En dan gaan zij ons meenemen. Maar er lopen hier dus allemaal mensen langs de weg. Er rijden allemaal auto's. Dus ik heb... Oh shit, daar zijn mensen. Wat? Echt? Ja, met dat licht. Oh my god. Ik ga zeker met uit de hand. Ja, dit is een meeting point. 3 voor 10 euro, jongens! 3 voor 10 euro! Aftrap zoals 100 euro. Snel denken. Over 3 minuten gaan we het bos inlopen en dan gaan we plaatsen. Ik zie het niet. Echt niemand maakt zich zorgen over corona. We zijn volgens mij letterlijk de enige met een mondkapje. Finally! Dus we nu deze tunnel in. Crazy, hè? Ja, echt crazy. Ik schrik hier best wel van. We gaan zo meteen kijken hoe de raver uiteindelijk helemaal aan toe ging. Maar eerst, wat had je verwacht? Want ben je eerder op dit soort feesten geweest? Nee, dit was de eerste keer. Dus ik had ook echt geen idee wat ik moest verwachten. Of het binnen was of buiten was. Of er security zou zijn. Want we hebben natuurlijk ook apparatuur bij ons. Ja. We waren undercover. Dus shit, we waren ook nog bang dat we gepakt zouden worden uiteindelijk. En hoe hadden jullie je voorbereid? Want fysiek loop je natuurlijk ook gewoon gevaar. Er zijn echt iets van 100 mensen of zo. Ja.
ja, hoe zorg je dat je geen corona krijgt? We wisten natuurlijk van tevoren dat de coronamaatregelen waarschijnlijk niet heel erg streng nageleefd zullen worden. Dus we hebben met mondkapjes hebben we opgehad, afstand gehouden. We hebben ons laten testen ook daarna. Okay, en we zijn gezond. Okay, en we letten ook op de symptomen. Dus dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Ja, nou, dat is ook wel belangrijk. Ik ben heel benieuwd wat jullie hier eigenlijk van vinden. Dus laat even weten in de comments wat je vindt van deze stelling. Naar een illegale rave gaan moet kunnen. Wat vind jij? Ik denk van niet. Het is zo gevaarlijk. Ook wat je zelf al zegt met de coronamaatregelen. Maar ook dronken. Maar wat maakt het precies gevaarlijk? Want er is bewaking, zei je. Ja, maar ja, die bewaking die was er eigenlijk voornamelijk om het geld te innen. En om te zorgen dat toen we naar die rave toe liepen. Waar betaal je dan voor? Om die tunnel binnen te komen. Ja. Serieus? Ja. Zou je het zelf doen? Nee, toevallig vrienden van mij die hadden wel zo'n rave georganiseerd. Maar en ik zat nog te twijfelen, want ik had wel echt zin in een feestje. Maar ik dacht ook, nee, dit kan je gewoon niet doen. Ik wil mijn ouders zien, weet je wel. Ik wil mijn opa op 1,5 meter kunnen zien. Dus ik kan dat gewoon echt niet om mijn geweten hebben. Nee. Zou jij nog een keer gaan? Nee, ik zou dit nooit meer doen. Nee. Oké, nou, laten we even kijken. Het is hier zo klein. Echt, iedereen staat op elkaar. Vind je niet kut dat iedereen hier op elkaar staat? Ja, natuurlijk wel. Want die mensen dragen zelf ook mondkapjes. Als hun een overtreding zijn, hun zijn wel overtreding. Hun organiseren, hun zijn problemen. Ja. Ik denk, als jij hier als gast bent, dat jij... Ben je zelf ook niet bang voor? Waarom? Ja, dat ze vanavond ineens allemaal ziek zijn. Of een verkoudheid te hebben. Ja, ik leef gezond gewoon. Ik ben er weer en ik sta hier nu met Danny. Hoe kijk jij naar deze beelden? In eerste instantie ziet er best wel gevaarlijk uit. En nadat wat ik van Jamal hoorde, vind ik dat onverantwoordelijk. Daarnaast snap ik natuurlijk wel dat een grote groep jongeren zijn die een uitlaatklep nodig hebben. En ik denk dat de sterkere boodschap hieruit is dat ongeacht de maatregelen, mensen willen toch wel feesten. Dus hoezo doen we dat niet gecontroleerd? Maar jij bent zelf clubeigenaar, je hebt er 3. In Amsterdam. Ja, kijk je dan ook niet een beetje met een soort jaloers oog naar wat daar allemaal gebeurt? Kijk, illegale feesten waren er altijd geweest, maar nu is het natuurlijk extra vergroot. En er gaan er extra veel mensen natuurlijk naar buiten. Ja. Maar dat komt omdat de clubs allemaal gesloten zijn. Dus een manier om dat soort van te handhaven, te controleren, is natuurlijk om eigenlijk op een gecontroleerde manier de clubs weer open te gooien. Kan dat? Ik denk van wel. Ik denk dat we vooral moeten testen met verschillende manieren. Maar noem eens even dingen die jullie al hebben geprobeerd bijvoorbeeld. Nou, we hebben nu bij Chin Chin Club doen we dinnershows. Dus wat we nu hebben gedaan is, we hebben een stage erin gebouwd. Allemaal tafels op 1,5 meter. En we doen een dinnershow. Dus dan heb je toch een soort van hele avond uit. Met eten erbij. Een feestelijke stemming. Maar op een gegeven moment is het daarna klaar. Dus dan kan je niet dansen of je moet gewoon op je stoel blijven zitten. Ben je ook niet bang dat die doelgroep van jullie, die nu eigenlijk in het weiland of in het bos of onder een brug aan het feest is, dat ze denken, nou weet je wat, dit is eigenlijk veel leuker. Ik wil helemaal niet meer naar die club. Kijk, een club is natuurlijk, het biedt veel meer dan alleen een feest. Het is ook een ervaring en veiligheid. Mm-hmm. Weet je, er zijn security aanwezig, je hebt schone toiletten om daarmee te beginnen. En geluidssysteem, dat is goed. Er zit veel meer maatregelen aan dan in het weiland. Tuurlijk, dat is super spannend en het is super leuk. Nou, wacht even. Jamal, was het super leuk en super spannend? Nee, het viel eigenlijk wel mee hoor. Was toch niet zo super leuk en super spannend? Na een uurtje werd het opgerold, dus toen konden we allemaal weer pakken en naar de volgende locatie. Ja, maar precies. Daar zijn wij niet meer naartoe gegaan. Okay. Wat moet er volgens jou gebeuren zodat het nachtleven overeind blijft?
Ik denk dat er veel meer getest moet worden of geëxperimenteerd worden. Laten we zeggen dat we twee clubs nemen en niet op volle capaciteit nemen, maar juist op 20% en dan met verschillende manieren gaan testen. Je doet bij de ene een sneltest, dat je na binnen een kwartier kan zien van oké, heeft iemand een corona? Leeftijdsgrens, combineer bijvoorbeeld met een temperatuurcheck. Doe je dat bij A en doe je bij B doe je een sneltest. Nou, laat je 200 mensen uitgaan. En uiteindelijk ga je dan kijken van oké, is er na twee weken echt daadwerkelijk dat mensen dan allemaal besmettingen zijn? Ja. En stel bij A heb je dat, nou dan stop je met A daar mee door te gaan. Dan pak je verder met B, stel dat daar gewoon geen besmettingen zijn. Maar nu gebeurt er niks. Nee, waar ligt het dan aan? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Ja, vervelend. Ja. Nou, ik hoop dat er iemand luistert die iets meer over te zeggen heeft dan jij. Want uiteindelijk wordt het door bovenaf bepaald. En denk je dat als de dag dat de clubs weer open mogen, dat dat een soort nationale feestdag wordt? Ik denk het wel. Ja? Ja. Hoe gaan we die dag noemen? Ja, Corona-free day. Corona-free day? Ja. Nou oké, bij deze Corona-free day. De dag dat de clubs weer open mogen, sta jij in ieder geval om te springen. Ja, zeker. Toch? Zonder stoelen hopelijk. Dit was hem alweer, maar we laten je niet gaan zonder het favoriete nummer van onze gast, deze week Danny, met je te delen. Welke heb je gekozen? Dat is van Todd Terry, Baby Can't You Reach. En de reden waarom ik voor dit nummer heb gekozen is dat tijdens een van de laatste avonden dat we nog open mochten bij Lovely, werd het nummer gedraaid. Ik was met echt mijn close vrienden en de sfeer, dat klopte allemaal en het nummer kwam. En dat euforische van uitgaan, dat was, ja, dat was gewoon... Zat jij in ecstasy? Nee. Ah, dan komt het nummer iets minder hard binnen nu. Maar ja, ik had er wel een borrel op natuurlijk. We kunnen nog wel een traantje laten zometeen. En Jamal, wat vond jij ervan? Leuk, mag blijven. Ja, natuurlijk mag je blijven. Wil je meer over Jamal weten? Volg hem op Instagram. En vergeet ons niet te liken en te abonneren. We zien je volgende week weer. Zondag, dezelfde plek, dezelfde tijd.